Hallo allemaal, welkom bij Fem. In de video van vandaag ga ik jullie wat tips geven over hoe je je eetpatroon net even wat gezonder kunt maken. En ik krijg wel eens de vraag van, joh, ik wil gezonder eten, maar ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. En dat kan ik me heel erg goed voorstellen, zeker ook omdat er zo ontzettend veel informatie beschikbaar is. Het is gewoon allemaal heel erg verwarrend en ik kan me voorstellen dat je daardoor gewoon door de boom het bos niet meer ziet. In deze video ga ik geen tips geven van, joh, je moet zo en zo eten. Als je dat doet, dan eet je gezond. Want dat is voor iedereen anders. Maar met deze tips wil ik jullie gewoon een klein beetje wat tools geven om ervoor te zorgen dat je je eetpatroon net even wat gezonder kunt maken. Haal eruit waarvan jij denkt dat je er iets aan hebt en je hoeft het heus niet allemaal op te volgen. Als je zegt van ik wil gezonder gaan eten, dan is het een beetje een vaag idee. Van ja, wat is nou gezonder? En op welke punten kun je je voedingspatroon wat gezonder maken? Ja, dat moet je voor jezelf bepalen. Eén manier om erachter te komen waar het een beetje misgaat, is door heel goed in kaart te brengen wat je nou precies eet. Ik doe dat zelf heel vaak met de app MyFitnessPal, maar je kunt het ook in een schriftje opschrijven. Wat wel het handige is van MyFitnessPal is dat je echt een idee krijgt van oké, zoveel eiwitten krijg ik binnen, zoveel vet, zoveel koolhydraten, zoveel calorieën. En dan zie je ook op welke punten het misgaat. Maar goed, als je het in schriftje schrijft, ook prima. Het gaat in elk geval om dat je in kaart brengt van wat eet je nou precies? Wat zijn mijn gewoontes? Doe het dus ook een wat langere periode. En als je dat ziet, dan zie je ineens van, oké, ik merk dat ik iets te vaak dit en dit eet. Ik merk dat ik niet vaak genoeg eet. Dat is ook iets waar heel veel mensen mee de mist in gaan. Dat ze veel te weinig op een dag eten, of in elk geval veel te weinig momenten. Maar goed, als je het dus in kaart hebt gebracht, dan krijg je veel meer overzicht en op die manier kun je een beetje gaan beginnen van oké, ik ga dit en dit een beetje aanpassen en dat zal al een groot verschil maken. Ik ben zelf absoluut geen voorstander van dingen uitsluiten en dingen voor jezelf verbieden, maar ik heb zelf twee enorme valkuilen en dat zijn chips en chocola. En die zijn natuurlijk niet heel erg goed voor je, dat is sowieso duidelijk. Het probleem wat ik altijd heb van als ik ze in huis heb, eet ik ze meteen op. En dan kun je ook wel zeggen van ja, dan haal je ze niet in huis, maar de supermarkt zit bij mij om de hoek. Dus dan ga ik het alsnog halen. Ja, nou ja, wat ik op een gegeven moment voor mezelf heb gedaan, is dat ik de grens heb gesteld van oké, door de week eet ik geen chips en chocola en ik eet het alleen in het weekend. En op die manier hou ik er een beetje grip op. Ik verbied het mezelf niet, absoluut niet. Want als je dat gaat doen, dan wil je het alleen nog maar liever. Maar door er een specifiek moment voor beschikbaar te stellen, kun je er een beetje wat meer grip op krijgen. Dus stel, er is iets wat je ontzettend lekker vindt, waar je dol op bent, wat je elke dag wel kunt eten. Maar ja, je voelt je er toch niet helemaal goed bij, omdat je weet dat het ongezond is. Zorg er dan voor dat je gewoon een moment met jezelf afspreekt van oké, dan ga ik het eten. Desnoods eet je de hele zak leeg, prima. Maar dan heb je het in elk geval een beetje ingeperkt. Wat voor mij zelf een enorm verschil heeft gemaakt, is dat ik op een gegeven moment ben gaan ontbijten. En het klinkt heel logisch, maar ik weet dat ontzettend veel mensen het ontbijt overslaan. Wat ik zelf had, was dat ik nooit zin had om ontbijt te maken. En ik was een jaar of 15 en ik was toen behoorlijk stevig. Ik denk dat ik dat echt wel een paar jaar zo heb gedaan. Ik kan me gewoon niet voorstellen hoe ik door mijn lessen op school ben heen gekomen. Maar goed, op een gegeven moment ben ik toch gaan ontbijten. En echt, nou, het is gewoon echt zo. Toen ik ging ontbijten, ben ik bam, hup, een paar kilo afgevallen. En dat kwam eigenlijk er vooral doordat ik eindelijk gewoon 's ochtends al goede dingen binnenkreeg. Het maakt eigenlijk nog niet eens uit waarmee je ontbijt, als je maar gewoon ontbijt. En als je dan 's ochtends al goede dingen binnenkrijgt, dan merk je gewoon dat je de rest van de dag veel minder trek hebt in hele ongezonde dingen. Dus als je dat niet doet, ga nu ontbijten. Echt, doe het. Als iemand zegt van ja, ik moet dat gezonder gaan eten, dan ligt het probleem vaak erbij dat ze vinden dat ze meer groente en meer fruit moeten eten. Groente en fruit staan een beetje gelijk aan gezond eten. Nou, kan ik me op zich ook al wat bij voorstellen. Wat ik je eigenlijk zou aanraden om te doen als je iets gezonder wil eten, is om gewoon hup groente en fruit toe te voegen aan je voedingspatroon. Verander verder nog niks, maar voeg dat toe. Dus dan hoef je er nog niks uit te halen. En als je graag een Snickers 's middags eet, doe dat dan vooral. Maar eet er ook nog een appel bij. Of als je 's avonds lekker een bord pasta maakt, maak er dan een goede salade bij. Of doe wat extra groente door de saus of wat dan ook. Voeg het toe.
En je zult merken dat uiteindelijk je behoefte voor iets wat ongezondere dingen een beetje zal afnemen. Dat die gewoonte van weer groente eten erin sluipt. En dat je op die manier weer verder je eetpatroon kunt gaan verbeteren. Als je meer tips wil over meer groente eten, neem dan even een kijkje bij een video die ik eerder voor Fem heb gemaakt. Daarin geef ik tips hoe je makkelijker groente in je eetpatroon kunt verwerken. Mijn laatste tip om je voedingspatroon ietsje gezonder te maken is door jezelf een beetje uit te dagen met eten. Wat ik zelf heb gedaan is dat ik voor mezelf het doel heb gesteld van oké, ik wil niet vaker dan 2 keer per dag rijst, pasta, brood, wraps of dat soort dingen eten. Dus echt van die stevige koolhydraten. En door dat op die manier te doen, word ik uitgedaagd om voor een derde grote maaltijd iets anders te doen. Dus vaak maak ik dan een bonensalade, zit er nog steeds wel koolhydraten in, maar ik ben vegetariër. Dus voor mij is dat dan wel een goed alternatief voor vlees en zo. Of ik maak een omelet of wat dan ook, dus met eiwitten. Maar het zorgt in elk geval voor dat ik iets creatiever moet zijn en dat ik daardoor niet te eentonig eet. Ik ben geen voedingsexpert, maar ik heb zelf wel behoorlijk wat geëxperimenteerd met mijn voeding en wat voor mij werkt. En ik heb gewoon sinds een paar jaar mijn eetpatroon volledig omgegooid. Dus op basis daarvan hoop ik jullie toch wat tips te kunnen geven. Als jullie nog tips hebben om met anderen te delen, doe dat vooral in de comments, want ik weet zeker dat heel veel mensen daar wat aan zullen hebben. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. En tot de volgende keer. Doei! Het eerste product dat ik ga laten zien is deze super, echt gewoon geweldige budgettopper van Hema. Deze foundation gaat het om.